In de reeks Iedereen potentieel verslaafd ontvang ik vandaag als slotgasten Els Dottermans, befaamd actrice. Ik wil het met haar vandaag graag hebben over alcohol, dat sinds haar kindertijd zeer prominent aanwezig was in haar familie. Welkom, Els. Dag Els. Dag Laura. Heb jij veel alcoholgebruik gekend in jouw kinderjaren? Gezien. Gebruikt, niet echt, maar wel gezien. Heel veel alcoholgebruik gezien. En dan, hoe moet ik het vertellen, op een leuke manier en op later minder leuke manieren. En die leuke manier zal ik maar vertellen. Hoe zal ik dat vertellen? Kijk, ik kom uit een groot gezin met een vader die een kunstenaar was. Mm-hmm. En mijn moeder, die was verpleegster. Dus met andere woorden, mijn moeder die was eigenlijk heel veel niet thuis. Zij werkte, zij zorgde voor... De omgekeerde wereld was het een beetje bij ons. Mm-hmm. Zij zorgde voor de financiële... voor het geld in huis, zal ik maar zeggen. En mijn vader was altijd thuis. Die werkte in zijn atelier en die was thuis. En die zorgde voor de kinderen, die maakte, die kookte. Dus... Het was ook een vrolijke instuif, zal ik maar zeggen. Er waren heel veel vrienden die thuis langskwamen. Grote tafels werd meegegeten, werd gefeest, werd gelachen. Ik heb daar nog heel veel vrienden aan overgehouden. Vrienden van mijn ouders, die ik nu nog steeds zie, die dat zo kunnen navertellen. Tuinvee, we woonden ook buiten. Ik kan daar heel idyllisch over vertellen. En het kan ook de andere kant uitgaan. Dus dat was als ik jong was en als ik echt klein was, zo tussen lagere schoolachtig. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik zo wat tiener werd, werd de relatie tussen mijn ouders minder goed en werd het drankgebruik groter. Bij jouw vader? Bij mijn vader en mijn moeder mm-hmm. ook. En mijn moeder, allebei tezamen. Ze hadden heel veel ruzie, werd heel veel over en weer geschoten. Het was echt een beetje Virginia Woolf. Who's afraid of Virginia Woolf? Wat ik zelf nog gespeeld heb. Maar ik heb dat ook voor mijn ogen gezien, met andere woorden. Omdat mijn ouders die konden ook zo ongelooflijk eloquent ruzie maken. Mm-hmm. Dat ik dacht, Jezus, wat gaat mijn moeder hierop antwoorden? En dan zat ik er al zo'n tenniswedstrijd naar te kijken. Zo. Maar er werd heel veel gedronken. En besefte je dat echt als kind? Dat begint je te beseffen als er dingen mislopen. Hè? Zoals? Zoals 's morgens niet uit hun bed geraken, want wij woonden nogal ver van school. Dus dan moest ik die wakker krijgen om op tijd op school te geraken. En ik had een soort, hoe moet ik dat zeggen, ik weet niet waarom, maar ik gedroeg mij als de oudste van de kinderen. En ik maakte iedereen wakker en ik wou vooral op tijd op school zijn. En ik smeerde de boterhammen en ik deed heel veel taken in huis die ik eigenlijk niet zou moeten doen of gedaan hebben. En toen begon ik dat te merken, maar niet zoals... Ik vind dat er nu veel, veel meer gesensibiliseerd, zal ik maar zeggen, omgegaan wordt met drank. Dat was in onze tijd niet aan de hand. Er werd gerookt en gedronken. Er werd gerookt in een auto met 5 kinderen. Er werd dronken gereden met kinderen. Dat werd niet in vraag gesteld. Dat is eigenlijk heel, als je daar nu op terugdenkt, heel erg. Maar ook omdat het, hoe zal ik zeggen... Niet in die mate, dat is pas later geworden, niet in die mate aanwezig was dat het heel erg was. Dat is pas, mijn ouders zijn gescheiden. Mijn broer is overleden aan zelfmoord. Dus dat zijn verschrikkelijke trauma's en kraters die bij mijn moeder achtergelaten zijn. En vanaf dat moment is het drankgebruik zeer problematisch geworden. Heel destructief. En ik heb ook een heel groot verschil kunnen merken tussen mannelijke drinkers en vrouwelijke drinkers. Mannelijke drinkers zijn veel socialer, hebben een veel groter vangnet, wordt veel meer getolereerd. En vrouwen drinken daarom denk ik, ook meer geïsoleerder, stiekemer. Mm-hmm. Wat veel gevaarlijker is. Mm-hmm. Er wordt niet naar u gekeken, dat is veel gevaarlijker. Geen controle. Ja. En had je dan destructiever ook, veel destructiever. Had je dan het gevoel dat alcohol een manier was voor jouw ouders om eigenlijk te ontsnappen aan de pijn? Voor het verlies van hun zoon? Zeker in dat laatste, in die latere periode, zeker, dat was duidelijk. En ik heb heel lang veel begrip gehad voor mijn moeder en heel lang begrip en medelijden en compassie en ja... Nu ik zelf moeder ben, dat is het ergste wat er kan gebeuren, uiteraard. Er is niets ergers dan dat. Ik ga nog liever zelf dood dan dat gebeurt. Dus, maar na een tijd, dat heeft heel lang geduurd, na een tijd stopt dat ook.
Dat begrip, bedoel je? Ja. Mm-hmm. Dat stopt echt. Dat is echt iets dat je niet lang, niet voor altijd kunt volhouden. Heb je er dan ook afstand van genomen? Dat gaat niet. Je kunt geen afstand nemen van je moeder, maar emotioneel wel. Mm-hmm. We hebben altijd gezorgd voor haar tot de laatste snik. Ze is opgenomen, veel opgenomen. En dan op het einde van haar leven is ze in een rusthuis gezeten, waar ze nog bleef doordrinken. Mm-hmm. Maar dat waren... We hebben ook, hoe moet ik zeggen... Die alcohol heeft ook heel veel humor bij ons. We hebben ook zo hard gelachen daarmee. Ook. Ik heb verhalen die ik nu zou kunnen vertellen. Die heb ik ongelooflijk. Mijn vader, die Sinterklaas, dronken Sinterklaas, speelt met een pony. En wauw, daar kun je echt een film over maken. Dus ook heel veel verhalen. Dat is, denk ik, dat geldt voor iedereen zo. Omdat we hebben hem gisteren gezien hoe zat dat was. En lachen en doen. En iedereen, daar wordt mee gelachen. Hè. Daar wordt ongelooflijk mee gelachen. Mijn moeder was ook... uiterst grappig ook op sommige momenten. Mm. Het is ook een vorm om ermee om te gaan. Als kinderen. Ja. Als mijn kinderen die met hun mami. Daar werd ook ongelooflijk mee gelachen. Mm. Dat is, Zeg, Elsa, heb jij zelf dan geen heel dubbele relatie met alcohol? Ja. Enerzijds ervan genietend als soort van ontspanning. Ja. Maar ook de schrik van, ga ik misschien dezelfde toer op als mijn vader of mijn moeder? Tuurlijk. En ik zit ook in een branche, de cultuur, of uit acteurs... In een branche die het niet echt heel gemakkelijk voor u maakt. Je moet spelen, je laat u op en je moet ontladen, ontspannen na een voorstelling. Dat duurt wel even en dan is de gemakkelijkste manier natuurlijk om een lekker glas wijn te drinken. En dat is de gemakkelijkste manier is dan om samen op het café te zitten. En als dat iets te lang duurt, wordt er iets te veel gedronken uiteraard. Dat is heel, heel frequent aanwezig, zal ik maar zeggen. En dat is echt... Voel je dat er momenten zijn dat je zelf flirt met die grens? Absoluut. Zeker. Mm-hmm. Zeker. Ik drink zeer graag. Ik drink ook, hoe moet ik zeggen, ik drink ook veel. Mm-hmm. Ja, dat is zo. En wat moet ik daarmee... Ik wil niet het woord gebruiken, ik maak mezelf wijs, want dat is niet zo. Ik weet, door wat ik gezien heb, zeer goed wat voor mij, zal ik zeggen, niet volgens er wordt gezegd zoveel eenheden en dat en dat en dat, vind ik... Dat moet bestaan, maar dat vind ik onzin om je daaraan te houden. Zelf, ik. Je moet een soort van visie voor jezelf in doog houden. En alcoholisme is voor mij, wat ik gezien heb, is voor mij drinken om... niet meer te voelen en niet meer aanwezig te zijn. Exact. Dat is voor mij alcoholisme. Om te vluchten eigenlijk. Om te vluchten, om weg te gaan. En voor mij is dat tegendeel. Voor mij is dat om erbij te horen. Voor mij is dat om te ontspannen. Voor mij is dat om een verhaal groter te maken. Voor mij is dat om te lachen. Voor mij is dat om... En als dat dan te veel wordt, dan ben ik weg. Dan ga ik slapen. Mm-hmm. Of dan dat. Het is niet voor jou een manier om van pijn weg te lopen. Nee, want voor mij is dat dan... Als ik mij niet goed voel, dan zal ik hetzelfde doen. Mm-hmm. Want dan ben ik daar bang voor. Dan ben ik bang voor wat eruit zal komen. Omwille van jouw ouders? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Voor mij is het echt een plezier. Maar soms te veel, soms te frequent, soms te... Maar dat is voor mij... Dat is zeker. En plus het feit dat ik ook nog steeds vangnet heb rond mij. Ik heb een structuur, ik heb een familie, ik heb iets waar ik voor moet werken, ik heb iets waarvoor ik geconcentreerd moet blijven, ik heb iets waarvoor ik... Dat blijft. Dat is heel sterk aanwezig bij mij. Dus dat is een soort van controle ook. Denk je dat dat niet dan een belangrijke rol speelt in het kunnen soort van... binnen de grenzen houden van de alcoholgebruik? Absoluut. Dat is absoluut. Dus zeker, ik heb dat mogen merken met coronatijd. Mm-hmm. En dan is iets waar je moet... Dan begint het rekenen wel. Was dat een moeilijke periode op dat vlak? Nee. Ik ben ook eens 4 maanden gestopt. En ik vond dat eigenlijk niet zo moeilijk. De eerste week is dat moeilijk. Mm-hmm. Je denkt echt dat je iets mist. Maar dan is dat... Eigenlijk zeer gemakkelijk, want dan moet je er niet meer aan denken. Mm-hmm. Dan moet je niet denken, we gaan vanavond feesten, dus ik moet morgen toch niet te veel plannen. Dan moet je dat al allemaal, dan is dat, gebeurt dat niet. Mm-hmm. Het maakt het leven eigenlijk wel een stuk eenvoudiger, vind ik. Maar... Is er zo'n periode in je leven geweest dat je dacht van... Nu ben ik
nu ben ik in de gevarenzone aan het komen. En als dat, met wat dat te maken? Nee, dat heeft voor mij alleen te maken met de frequentie. Mm-hmm. Van te veel achter elkaar. En dan zeg ik sowieso, oh, nu is het even niks. Er zijn te veel feestjes geweest. Dan moet ik even dimmen. Mm-hmm. Maar dat is... Ik denk dat als je daar een expert op zet, dat die daar anders over zou denken. Bedoel je? Ik bedoel, ja, wat er nu gezegd wordt, de eenheden en dat soort dingen. Ik drink wel te veel, denk ik. En wat bedoel je dan met te veel? Te veel, dat is als het meer dan 3 glazen op een avond. Mm-hmm. Als we weg, of als het feest is, of als je uitgaat. Of... Mm-hmm. Mm-hmm. En dan... Maar je hebt wel het gevoel dat je elke keer nog... een keuze hebt om te stoppen na 3 glazen? Dat kan erover gaan. Mm. Ik weet niet meer dat het vrij spel is, ja. Mm. Ja. Ja, dat kan er wel over gaan. En ik kan me inbeelden, als je uit een familie komt waar dat er veel alcohol, ja, misbruik ook was, dat je daar misschien ook met je kinderen in gesprek over gaat? Absoluut. En mijn kinderen hebben het van geen vreemde, want... Ik denk ik heb dat thuis ook gezien, hoeveel plezier dat ook bracht. Hè? Hoe leuk dat het soms was. Het was soms echt, er waren mijn vriendinnen, als die bij ons thuis kwamen, dan zeiden ze, hoe leuk is dat hier? Dus dat heb je ook gezien en meegemaakt. Mm. En dat is bij ons thuis ook, er zijn ook veel feesten, veel etentjes, onze kinderen zien dat ook. En ik zie hen dat ook doen. Sam, mijn oudste zoon, die kookt. Ik zie hem koken. Ik zie hem koken voor andere mensen. Ik zie hem wijn kennen. Ik zie hem geven. Ik zie hem... L'histoire se répète. En ik blijf vertellen wat ik nu aan jou vertel. Vertel ik ook aan hen. Dat ze... Ik zie ook bij de jeugd nu dat er veel beloond wordt. Met drank. Mm-hmm. Er wordt veel beloond. Een examen gehaald, feest, dat gehaald, feest. Alles wordt beloond met drank. Erbij, hè? Ja. Mm-hmm. Dat is wel anders. En ze drinken anders. Ze drinken veel meer sterke drank en zo. En dat vind ik wel een ander paar mouwen. Dat doe ik nooit. Mm-hmm. Echt nooit. Ik doe dat niet. Ik weet niet waarom, maar dat doe ik niet. Maar dat zie ik bij hun wel gebeuren. En de flessen vodka die met van alles aangelengd worden en zo. En dat vind ik... dan beginnen bij mij de alarmbelletjes af te gaan. En we praten er veel over, ook omdat ik denk... als een gen in de familie zit, en het zit wel degelijk in de familie, dat zij moeten weten dat het in de familie zit. Dat daar een trigger is die kan overslaan. Mm-hmm. En tot nu toe gaat dat nog goed, maar je moet er bewust mee omgaan. Maar ik denk ook, wat we in het begin van het gesprek gezegd hebben, dat er zwaar gesensibiliseerd wordt. En dat er onder elkaar ook veel over gesproken wordt. Kan jij daar makkelijk met vriendinnen of met vrienden over spreken? Ja. Zit dat nog een stukje in taboesfeer? Omdat je daarnet zegt van vrouwen doen dat allemaal stiekem, maar er is minder tolerantie. Nee. Ik praat daar veel over, ook omdat dat bij ons zo dikwijls aanwezig geweest, omdat ik daar al veel over gepraat heb. En dat ging dan over mijn moeder. En doet je dat ook soms bij hen af? Van, zit ik nog buiten de gevarenzone of... Gebruik je die gesprekken mezelf? Ook, ja, om af en toe ook af te toetsen van... Wij, vriendinnen onder elkaar doen dat en zussen onder elkaar doen dat wel, ja. Ah ja. Ja. Want we kennen elkaar ook veel beter, hè. Mm-hmm. We kennen elkaar ook veel beter, hè. Dus je kunt dat wel zeggen, mm-hmm. vind ik. En ik vind dat... dat is moeilijk, maar we doen het. Maar het is wel moeilijk, ja. Het is tegen elkaar zeggen van, dat is toch niet meer oké, of zo. Kan je dat tegen je zussen zeggen? Ja, dat kan ik zeggen. En zij aanvaarden dat ook. Ja. Dat weet ik niet. Dat is een ander gesprek. Maar het wordt wel gezegd. Mm-hmm. Ja. Absoluut. Ja, dat lijkt me wel de eerste stap. Het gewoon bespreekbaar te maken in Absoluut. Plaats van... Absoluut. En ik vind dat... Ik vind dat goed dat dat nu veel meer gebeurt. Ik hoor mijn collega Tanja van der Zanden daar heel... mooi over praten, over wat er haar voorgevallen is. Het gaat over rolmodellen, hè. Het gaat over je ouden ook. Hè. Dat is, in dit soort wereld beginnen we toch... Het is echt het gevoel, er begint van alles te verschuiven en dat verschuift mee. Er wordt van alles meegetrokken in het bespreekbaar maken.
En ik denk echt dat we in een wereld leven dat er, waar je niet onderuit kunt, dat er voortdurend gedronken wordt. Voortdurend. Mm-hmm. En dan heb ik nog een Nederlandse man. Dus dat verschil in Nederland-Vlaanderen is ook groot, waar wij op een filmset bijvoorbeeld, dat is nu gedaan, maar op een filmset werd daar gewoon vrolijk flessen wijn op tafel gezet op het midden van de dag, terwijl er daarna nog moest gewerkt worden. Dat was zo. In Nederland is dat zo. Not. Ah, daar is het karnemelk. Nee, maar... Snap je, dat zijn echt de grote cultuurverschillen. Hè? Mm-hmm. Het cultuurverschil in drankgebruik. Je moet maar eens naar mijn zonen hebben allebei gevoetbald. Je moet eens naar een voetbalkantine gaan. Ja, ja. Om 10:00 's ochtends. En die vaders die daar staan te drinken. En de kinderen in de auto met de zakken mee naar huis nemen. Mm-hmm. Han, die wist niet wat hij zag. Mm-hmm. Zeg, als ik hoor jou daarnet nog zeggen van na zo'n... na een voorstelling heb je wel de behoefte om... Even te ontladen, kan met mij inbeelden. Zijn er alternatieven dan die je zelf dan cadeau kan geven? Wel, dat is moeilijk. Dat is inderdaad moeilijk. Ja. Na een voorstelling naar huis gaan of niet het café induiken. Of... Mm-hmm. We hebben het nu een paar gehad, mm-hmm. want het kon niet. Het café was dicht voor corona. We hebben toch gespeeld voor een paar mensen en geen contact en zo. Ik kan u verzekeren, dat is saai. Dan moet je echt een blokje om gaan wandelen even. Of toch iets doen om die... adrenaline kwijt te geraken. Mm-hmm. Of nog iets gezien op Netflix of dat soort dingen allemaal. Nou. Het leven is echt anders dan. Ja, het hoort er zo bij, dat is moeilijk. Maar ik heb vrienden, acteurs die het moeten afzweren en het ook doen. Mm-hmm. Maar die zie je daarna niet mee het café induiken natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Die houden dat af. Hè? Mm-hmm. En er is natuurlijk in die paar maanden dat ik niet gedronken heb... Er is niet zo vervelend als met een dronken iemand praten. Hè? Mm-hmm. Dat is vervelend. Hè? Mm-hmm. Als je ofwel samen dronken, ofwel niet. Hè? Want dat zijn redelijk oninteressante gesprekken, hè, die mm-hmm. er dan gevoerd mm-hmm. worden. Mm-hmm. Allee, tot op zekere hoogte toch. Mm. En tegenover... Ja, je zegt van, ik kan heel goed... of ik zie heel goed wanneer ik drink, als in voor te ontspannen, maar niet om weg te vluchten, zoals je ouders zeiden. Is er iets vanuit jouw eigen ervaring van thuis uit dat je... misschien als boodschap zou willen meegeven aan mensen die wel om de verkeerde reden drinken, namelijk om weg te vluchten van een pijn of om iets niet te willen voelen, zoals je daarnet zo mooi zei? Ja, ik denk als er iets is dat je niet wilt voelen, ik denk dat je daar echt professionele hulp voor moet zoeken. En want het drinken neemt een soort leven over. Je moet in het leven blijven. Drinkers zijn meestal zeer intelligente mensen, hè? Echte grote drinkers. Hè? Mm-hmm. De echte grote drinkers. Het zijn meestal zeer intelligente mensen. En dat gaat over de vrees om de dingen te benoemen in je leven ook. Hè? Letterlijk mm-hmm. en figuurlijk ook. Dus dat weg, je benevelen om het niet te moeten... Dus ik denk, als er zoiets is... En dat weten drinkers zeer goed. Dan moet je daar professionele hulp voor zoeken. Echt professionele hulp. En het gaat niet over het drinken. Het gaat over iets anders. Mm-hmm. Het drinken is bijzaak. Maar als je te veel drinkt, wordt dat de hoofdzaak. Dan gaat dat je leven in beslag nemen. En staat alles in de organisatie rond drinken. En dan wordt de troebel wat het probleem eigenlijk is. Mm-hmm. Is het probleem nu het drinken? Of is het het onderliggende probleem? Ja. Maar als je te veel drinkt, komen er problemen uit dat drinken. En dan wordt het ander probleem... Het is meestal daarvoor dat er gedronken wordt, om het niet meer te moeten... Mm-hmm. Dus het valt op te lossen. Altijd. Mm-hmm. Altijd, denk ik. Altijd. En voor een mens met problemen die drinkt, denk ik, als hij dat zijn echte probleem oplost, gaat hij zo blij zijn dat hij niet meer drinkt. Mm-hmm. En terugvoelt. Ja. Zo blij. En dan is er een heleboel mensen die daartussenin zitten. En moeten weten dat ze... Iedereen moet dat weten. Dat ze moeten serieus omgaan met het fenomeen drinken. Dat moet iedereen weten. En er zijn er die daarmee flirten. En dat moeten weten. Mm-hmm. Maar zorg voor een vangnet. Zorg voor iemand... Iemand die je vertrouwt. Zorg voor een vriend, een vriendin, een whatever, professioneel iemand. Mm-hmm. Om het aan te gaan. Mm-hmm. En dan is het zoveel beter om niet te drinken. Merci, Els. Graag gedaan.
Deze aflevering kadert in de reeks Iedereen potentieel verslaafd. Hierin willen we het taboe rond verslavingen doorbreken, want het kan iedereen van ons overkomen. Vandaag 30 mei is het de slotdag van de campagne Te Gek Roest. Een campagne van Te Gek, VAD De Druglijn, Museum Dr. Gislij en Unique Idee. In Museum Dr. Gislij kan je vandaag de interactieve Te Gekke wandeling gaan wandelen. Vanavond wordt op Canvas de documentaire Tussen ons uitgezonden. Nadien is deze docu ook op VRT Nu te bekijken. Alle info is terug te vinden op www.tegek.be.